Het is allemaal begonnen in 2008. Kun je zeggen, misschien ook daarvoor. Eigenlijk in 2007. Het overliggend waterschap ingesteld. Daarvoor bestond MCP als MCP-beheer. We zijn een waterschap geworden in 2007. En vanaf dat moment moesten wij kijken hoe wij gestalte zouden geven aan het waterschap MCP. En we konden dat niet op eigen kracht doen. En we zijn toen in contact gekomen met twee organisaties in Nederland. Met name het waterschap Rijn en IJssel. En ook Wereld Waternet. Dat is een tak van Waternet Amsterdam. En we hebben in 2008, in oktober 2008, dat ziet u op de foto, een overeenkomst getekend met de twee organisaties. En op de foto ziet u Baiju, die toen het bestuur vertegenwoordigde, omdat de heer Hendori toen niet aanwezig kon zijn. We zijn die samenwerking gestart. En we hebben, het was een samenwerking voor 3 jaar. We hebben die samenwerking vorig jaar beëindigd, of oktober, eigenlijk november. We hebben die overeenkomst vorig jaar, het is heel mooi, op 11 november 2011, dus 11:11 om 11 uur, hebben wij die overeenkomst met die genoemde waterstoader, andere mensen, maar als je er bij je is erbij, hebben wij de samenwerking verlengd. We hebben daar de wanneer Dijkgraaf, de dame in rood, van Rijn en IJssel. We hebben daar de directeur van Wereldwaternet, dus de heer Bonfalius, ik zit er ook bij. En we hebben de directeur van het waterschap Rijn en IJssel erbij. En dat is het moment waarop wij de samenwerking hebben verlengd. U weet dat wij ook regelmatig naar Nederland gaan en dan vraagt u zich af wat gaan we daar allemaal doen. Het gaat om institutionele versterking van het waterschap MCP. En bij de afronding, eigenlijk bij het beëindigen van die eerste periode van samenwerking, heeft de voorzitter van het waterschap MCP een balletje opgeworpen van kunnen jullie niet iets doen voor Nikeri bij het afsluiten van die eerste samenwerkingsperiode. En toen hebben we erover gesproken en toen is gezegd we kunnen een stage aanbieden aan 2 mensen uit het district. En we hebben op grond daarvan een prijsvraag uitgeschreven. Waarbij mensen mochten reageren. En laten we zeggen dat de heer Birja de enige vanuit Nikeri is geweest die een bijdrage heeft geleverd, heeft ingeleverd, waarop zijn zienswijze met betrekking tot hoe belangrijk water voor Nikeri is, is vastgelegd. Pracht van een stuk, we hebben het stuk nog in ons bezit, we hebben het stuk gelezen. En eigenlijk was hij, niet alleen omdat het de enige inschrijver was, of de enige deelnemer was, maar ook vanwege de kwaliteit van het stuk dat is ingediend, hebben we direct gezegd, hij komt zo in aanmerking voor een stageplek in Nederland. Daarna hebben wij zitten kijken met ons allen, met de mensen, de organisaties, de ministeries waarmee we samenwerken, hebben wij gezegd, maar hoe vullen we de andere stageplek in? En uiteindelijk mochten de verschillende ministeries, RO in de persoon van de commissaris, de kerk namens openbare werken en ook meneer Piro van der Kooijen namens LVV, die mochten een voordracht doen. En ik kan u zeggen, de samenwerking met deze instanties is zo, ik weet hoe je dat moet zeggen, op zich optimaal, maar zijn mooiere woorden ervoor, zo subliem wil ik zeggen, zo subliem, dat zowel de DC, meneer Van der Kooijen als meneer Perk hebben gezegd, onze voordracht is meneer Jamis Angulal. Nou, nu zitten de heren hier om eigenlijk getoond te worden aan de gemeenschap van Nikeri. Van dit zijn de 2 jonge mannen vanuit Nikeri. En voor mij als MCP-man, als directeur, is het een zeer belangrijk een heer, bijna een emotioneel moment, historisch moment, waarbij wij vanuit Nikeri niet alleen maar de kennis die wij hebben vergaard en de know-how die we hebben vanuit Nederland en de warmte die we
vanuit de mensen van Nederland krijgen, dat we dat voor onszelf houden, maar we willen dat letterlijk en figuurlijk ook presenteren aan die totale gemeenschap. Is de eerste stap misschien in uw leven om straks op veel grotere hoogte te komen? Tweede geval, toen we daar bij elkaar waren, dan keek ik naar LGT. Die naar de voordracht kreeg voor ondersteuning sowieso. Ik zou meneer Berg willen zeggen, hou goed vast, want LTV krijgt watertanden niet. En dat kwam naar voren. Want, maar dat was een grapje. Dat geeft alleen aan dat wij van Nigeria een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het geheel van waterschap gebeuren. Want bij de laatste sessie hebben we gezien dat Wanica, Saramaka en Coroni ook enorm veel belangstelling heeft. Dus als wij hier straks bij het wederopstarten van het waterschapsgebeuren, als ik het zo mag zeggen, succesvol zijn, zal het een impact hebben voor het hele Suriname. Dus het rust bij ons om dat goed van de grond te tillen. Daarom heb ik de vertegenwoordiger van RO gezegd, het gaat niet alleen om het houden van verkiezingen. We moeten die randvoorwaarden eens goed creëren en goed vastleggen, zeker van onze zaken zijn. En verkiezingen houden is het laatste wat we moeten doen. Als laatste komen de verkiezingen, want dan moet alles in place gaan zijn. Een enorme job voor jullie ook. Voor ons was het dan makkelijker opgelost, het probleem van OW die zich zouden moeten voordragen in de commissie waterschap. Ik dacht dat het al was doorgegeven, wanneer u terug bent, dan gaat u namens OW ook in de commissie waterschappen zitten. Ook een nieuw ding. Een nieuw ding in die zin van was het altijd OE, MCP en RO, dus in principe geen RO. En hebben het ministerie van Openbare Werken en het ministerie van LTV ook erbij gehaald. En ik ben serieus van mening om het ministerie van LTV ook die tools te geven, lead te geven om eraan te gaan trekken, omdat het in principe LTV zou moeten zijn die het doet. Men mag boos worden morgen op de commissaris van de keer. Maar ik heb mijn zienswijze, het gaat erom, waterschappen, je kan LVV niet erbuiten laten. Je moet ze sowieso erbij halen. OW heeft ook een gigantische bijdrage laten leveren. Dus we gaan sowieso met z'n allen in de commissie. Dus als je terug bent, heb je een job, zonder meer in deze. Misschien kunnen we deze later bijhalen bij LVV of OW, meneer Birja. Dan hebben we ook iemand erbij in deze. Ik zie meneer Small lachen. Dus is lachen is instem in deze. Dus ik opper alvast een idee, omdat wij als Suriname, ongeacht waar je bent, we hebben een job te vervullen voor de ontwikkeling van Suriname. Deskundigen hebben we niet voor het oprapen. Dat wat we hebben, moeten we zoveel als mogelijk inzetten, mits ze bereid zijn om ingezet te worden. Dat is een heel belangrijk ding. Dus nogmaals, succes. Gefeliciteerd. We hebben alle vertrouwen en hoop dat jullie met een voldaan gevoel terugkomen en dat jullie een heel goede indruk laten voor Suriname. Niet voor Nigeria, voor Suriname, want het is een Surinaamse zaak. Feliciteer, ik wil echt persoonlijk feliciteren. Succes, veilige reis. We zien elkaar na 2 weken op de deur. Zeker, dank. Ook meneer Smal, gefeliciteerd. En het ministerie van OE Regio West en SWM. Dank u. Wij willen ook natuurlijk namens de rest van het management ook een bedankt geven. Ja, dankjewel, dankjewel. Krakti, hè, daar is. En be good, dat zal wel veel van jullie vergen. Ik ken het programma van de Nederlanders, heel tof. Jullie gaan niet echt daar om te relaxen. Ja. Jullie gaan echt om te werken. Het programma is de hele dag vol, ik heb het gezien. En ik ga ervan uit dat jullie met goede kennis terugkomen. Ja, wij zorgen ervoor dat we in elk geval Suriname geen schande geven. Daarvoor gaan we wel zorgen. We gaan hard ons best doen. En natuurlijk een hele goede reputatie daarachter laten. Zeker, dat gaan we wel doen. In elk geval opgedane kennis van watermanagement daar, dat ik het zeker wil toepassen hier. En vooral voor Nikeri. Vooral hoe ons Nikeri een landbouwdistrict is, de rijstsector is heel erg belangrijk. Dus alle kennis wil ik dan toepassen in Nikeri zelf, om zodanig op watermanagementniveau, om de Nikeriaanse gemeenschap natuurlijk ook op een bepaalde peil te brengen. Hoe gemotiveerd bent u? Heel erg, heel erg. U hoorde meneer Small al zeggen. Tijdens de presentatie van 23 maart Wereldwaternetdag.
Wereldwaterdag, sorry. Daar heb ik dus dan, daar ben ik geïnspireerd geworden door die hele presentatie. En ik zei van nee, dus dit lijkt me iets dus van, ik wil wat doen voor de Nigeriaanse gemeenschap, voor de Nigerianen. U zit bij de SWM momenteel. Mocht het zijn dat er een beroep wordt gedaan op een andere manier uw bijdrage te leveren aan andere Surinaamse gemeenschap, in het bijzonder de Nigeriaanse, bent u dan bereid daarvoor? Ja, natuurlijk. Ik ben zeker bereid. Ik denk wel dat ik ook de ondersteuning zal krijgen ook van mijn diensthoofd. Ik ben wel bereid. Ik ben wel bereid. U gaat heel gemotiveerd weg samen met uw collega. Ja, heel erg gemotiveerd. Zo, natuurlijk als ik terugkom, kunnen we weer een interview afstaan en dan ga ik u alles zeggen wat ik heb geleerd. Maar het gaat meest erom dat ik namens OE ga. En hoe u weet, het legbetuigingsdam is momenteel onder gevaar, hoe men zegt. En daar zal ik meer over weten, het onderhoud van de kunstwerken en de gemalen. Hoe gemotiveerd bent u? Laten we zeggen 100%. Gemotiveerd om te gaan en heel veel van de Nederlanders te leren hoe zij met hun kunstwerken en hun kanalen omgaan. U heeft heel veel ondersteuning gehad van de Nigeriaanse autoriteiten? Ja, heel veel moet ik zeggen. Ook heel, heel veel. U gaat met een frisse moed naar Nederland om kennis op te doen om voor land en volk te werken in Suriname. Klopt dat? Jawel.